FC Groningen moet winnen van Willem II om afstand te nemen van de ploegen onderin de Eredivisie. De eerste grote kans van de wedstrijd is voor FC Groningen. Hier de kans voor Kierum. Kierum, dat had de openingstreffer moeten zijn voor FC Groningen. Haastroep helpt daar David Mul, zijn doelman, uit de brand. Redding met de knie. Aardig balletje. En dit schot niet ongevaarlijk van Husje. Dat is ook een kans. De eerste voor Willem II, niet lang na de eerste voor Groningen. We didn't have the initiative in the beginning of the game. We lose so many duels. And then this was why Willem II keep the ball, try to create a chance and they score. Joachim, prachtige paas. Misidjan, Van Buren komt eraan. Van Buren, aait die bal, maar dan gaat hij er alsnog in. En is het doelpunt daar van Robbie Hamhouts. Ja, we wonnen geen duels, zo simpel is het. En, dan, als je geen duels wint, en, Willem II is, zit op velden bovenop en wij spelen eigenlijk niet goed, dan krijg je zo'n helft. Kierum. Even van kant gewisseld met Bakuna. Manjasko, dat is een lekker schot van de Chileen. Maar de redding van David Mul mag er ook zijn. Hamhouts. Husher. Schot is tussen de palen, maar de redding van Bizot is prima. Overname Hamhouts. Hier de kans voor Joachim. Het is het zijn het. Hoekschop Kierum. Bij de eerste paal was Texera en er komt een strafschop. Een strafschop voor FC Groningen. Omdat Liesveld een hensbal heeft gezien. En dat is de hensbal van Joachim. En daar valt toch weinig op af te dingen. Als je hem maakt, dan kunnen we toch de aansluiting ervan maken. En hopen dat we 2-1 dan maken. Bakuna. En het is 1-1. Met een enorme domper voor Willem II. Zo is dit een fase in de wedstrijd na die benutte penalty van Bakuna, waarin Groningen de bovenliggende partij is. Meer en meer duels gaat winnen, sterker is gaan voetballen. De Leeuw en daar bijna Texera met de 2-1 van Groningen. Bakuna. Van Dijk voor. Daar is Texera en dat is dan wel een doelpunt waarin je de echte spits herkent. David Texera zet FC Groningen op voorsprong. Ja, of course I feel good, no. Always is important for one striker to make a score. And then I had a chance today to score again and I'm happy. Always is important to play and it's important also play in the bases. And I try to show every game, try to fight, to play for the team. And this is why it's important also to win outside when we play. And then today we win 3 important games, the 3 important points also. And this game was so difficult. Most of the time in the first half we didn't play good, but in the second half was another game and we could win the game. Husher. En heel goed geschoten, maar ook de reactie van Bizot mag er zijn. Het levert FC Groningen 3 punten op vanavond hier in Tilburg. This is for the fans also. They always go to trip far away, no? To see Groningen and then this is for them also, for the supporters. They are always with us.